Welkom bij deze video van Alles Over Crypto, waarin ik jou meer ga vertellen over Phantom. In een reactie onder een eerdere video vroeg Bas Jong of wij een video over Phantom kunnen maken. En dat kunnen wij zeker. Bas Jong, bedankt voor je aanvraag en voor je trouwe support. Mark Cuban, een Amerikaanse multimiljardair ondernemer en tv-ster, benoemde Phantom begin 2021 nog tot een van zijn favoriete crypto-projecten. In hetzelfde jaar maakte Phantom een flinke stijging door. Na het bekijken van deze video weet jij precies wat Phantom is en hoe deze blockchain werkt. Phantom is een platform voor smart contracts en tokens. En het is officieel geen blockchain, maar een DAG, wat staat voor Directed Acyclic Graph. Daar worden blokken niet aan elkaar gekoppeld, maar worden transacties direct aan voorgaande transacties gekoppeld. Het zorgt ervoor dat Phantom veel sneller is dan de meeste blockchains. En hij kan tot wel 25.000 transacties per seconde verwerken. Dat is echter niet waar het stopt, want het team achter Phantom willen ervoor zorgen dat Phantom tot wel 300.000 transacties per seconde kan verwerken. Even ter vergelijking, Ethereum kan er nog geen 20 per seconde verwerken. ABFT, dat staat voor Asynchronous Byzantine Fault Tolerance, wordt door Phantom gebruikt als consensusmechanisme. En dat is ontwikkeld om het netwerk altijd draaiende te houden. Ook als er iets gebeurt of als er nodes uitvallen of kwaadwillig zijn. De nodes die worden willekeurig aangewezen, in tegenstelling tot het normale Byzantine Fault Tolerance, waar gebruik wordt gemaakt van het 51% principe. Legesis is het protocol dat draait op de DAG gebaseerde ABFT om de praktische Byzantine Fault Tolerance te bereiken. Ik wil niet te technisch worden, maar het houdt in dat transacties direct worden goedgekeurd en meteen worden gekoppeld aan voorgaande transacties. En dat kan razendsnel. Dan heeft Phantom ook nog Opera gebouwd. En dit is een ontwikkelingsomgeving voor programmeurs die een dApp op Phantom willen bouwen. Phantom gebruikt ook EVM, ofwel Ethereum Virtual Machine. En dat betekent dat je Ethereum tooling en programmeertalen zoals Solidity binnen Phantom kunt gebruiken. En dat is ontzettend handig, want dat betekent dat Ethereum programmeurs ook een applicatie op Phantom kunnen bouwen zonder dat ze bijvoorbeeld een nieuwe programmeertaal hoeven te leren. En ook dat applicaties die op Ethereum draaien gedownload kunnen worden en naar Phantom verplaatst kunnen worden. Daarbij kunnen ook applicaties tussen Ethereum en Phantom makkelijk met elkaar samenwerken. Dit betekent dus dat Phantom een interoperabele blockchain is. Ofwel een blockchain die met andere blockchains kan samenwerken. Ook maakt Phantom gebruik van Proof of Stake. En je kunt zelf al staken vanaf 1 miljoen tokens. Vroeger was dit bijna 3,2 miljoen tokens, maar dat hebben ze dus verlaagd. Wanneer je Phantom gaat staken kun je op jaarbasis zo'n 13% aan rendement verdienen. Het is ook mogelijk om vanaf 1 FTM token te staken. Dat doe je door jouw stake uit te besteden aan een validator. Je delegeert jouw stake dan eens uit en ontvangt daar ook beloningen voor. FTM is het token van Phantom en maakt gebruik van het ERC20 tokenprotocol. Dit is het tokenprotocol dat ook standaard voor tokens op Ethereum wordt gebruikt. Er is een maximale voorraad van 3,175 miljard FTM tokens. Tijdens de ICO is zo'n 40% van de maximale voorraad verkocht en is er 40 miljoen dollar opgehaald. De overige 60% gaat naar de marktontwikkeling, waarvan 15% naar het team gaat. Betalingen op het netwerk van Phantom voer je uit met het FTM token. En je kunt de token ook inzetten voor governance. Dat betekent dat je dus kunt meebeslissen over welke koers de platform moet gaan varen. Hier zien we het team van Phantom. Michael Kong is de oprichter en CEO van Phantom en heeft op de Universiteit van Sydney gezeten. In 2018 begon hij bij Phantom. En dan hebben we nog Quan Nguyen. Hij is de CTO van Phantom en heeft ook op de Universiteit van Sydney gezeten. Hij is al meer dan 10 jaar werkzaam bij verschillende financiële instellingen. Ook is Phantom een aantal interessante samenwerkingen aangegaan, waaronder met Crypto.com, OKX en Ethereum Classic Labs. Het project ziet er mooi uit, maar het heeft ook serieuze concurrentie. Denk aan Nano, IOTA, Hedera Hashgraph en natuurlijk Ethereum. Wil jij nog meer te weten komen over Phantom, dan kun je het volledige artikel op allesovercrypto.nl lezen. Je vindt de link naar het artikel in de beschrijving van deze video. Of heb je nog vragen over Phantom of heb jij in Phantom geïnvesteerd? Ik hoor het graag in de reacties van deze video. Voor nu bedankt en hopelijk tot de volgende keer.